En zo makkelijk gaat het dus. Binnen een kwartier kopen we 2 gram cocaïne bij verschillende straatdealers in het centrum. En voor weinig. Als we deze drugs vervolgens laten testen bij de Jelinek, blijkt het gelijk om gevaarlijke nepdrugs te gaan. Nou, coke is momenteel een van de meest vervuilde drugs die wij zien met de testservice. Een van de dingen die we tegenkomen is bijvoorbeeld levamisol, wat een soort van ontwormingsmiddel is. En als je daar te veel van neemt, is het echt niet goed voor je. Maar ook dingen zoals aspirines. Stoffen die in grote hoeveelheden zelfs kankerverwekkend kunnen zijn. De politie erkent het hardnekkige probleem, maar zegt met 4000 arrestaties de afgelopen jaren, juist op de Wallen waar wij onze slag sloegen, goed werk te hebben gedaan. Het is natuurlijk heel moeilijk om aan te geven als je niks gedaan hebt wat het dan geworden was. Maar wij zien dus dat het dus terugloopt op het moment dat je het dus aanpakt. Dat zien we dus op de Wallen. Nu is er een kleine verplaatsing naar de pleinen. En daar gaan we ook samen met de gemeente gaan we daarop inzetten. Nee, het is denk ik een kwestie van lange adem. En het probleem zal zich nog een tijdje voordoen. Maar uiteindelijk zal de aandeelhouder winnen.